Hoi allemaal, superleuk dat je weer kijkt. Ik ben Noelle, videoranger van Burg Show. En ik ben Floris van Dierenpraat TV. En? Ja, wat wij doen is gewoon super vet, want wij testen alle banen in een dierentuin. Dus Noelle en Floris werken in de dierentuin, daar kijk je naar. En vandaag gaan we iets super gaafs doen, namelijk gaan meelopen met een dierenverzorger van de Maleise beren. En we gaan leren hoe je de verblijven schoon gaat maken. Precies. Ja, dat gaan we doen. En we hebben afgesproken met de dierenverzorger, dus daar gaan we nu heen. Hoi. Hallo. Hoi. Wouter. Wouter. Hoe is het? Goed met jou? Ja, heel goed. Moeten we een mondkapje op? Binnenin willen we graag wel een mondkapje op. En als we straks naar buiten gaan, dan hoeft geen mondkapje. Hoe werkt nou eigenlijk dat hele proces? Want ik zie nu dat die Maleise beer buiten zit. En daar kunnen we natuurlijk niet in wanneer hij daar zit. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst zorgen dat het veilig is. Dus we halen hen, dat is de man, dus ja. de vader van de jongen. Die halen we binnen, die heeft vanmorgen buiten gelopen. Dan gaan we buiten schoonmaken. De schoonmaken is heel belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, dat we even gaan controleren of het hekwerk goed is. En stroom controleren altijd even. Ja. Dan gaan we dus zorgen dat het schoon is. Dan gaan we even dingetjes zoeken om te voeren. Dingetjes smeren, te stoppen. Ja. En alles wat. En dan kunnen de rest naar buiten in. Dus dat is eigenlijk het... Even dit. Doe je dit iedere dag? Ja, eigenlijk wel. Dat zijn de standaard dingen die eigenlijk elke dag gebeuren moeten dus. En het gaat nooit vervelen? Nee, in principe niet. Want soms kom je dingen tegen wat ze weer afgebroken gesloopt hebben. Of je moet er een gat dichtgooien. Of je hebt, ja, ze doen van alles. Dus op zich is het ook wel weer soms wel weer anders. Maar de basisdingen moet wel gebeuren. Dus dat is altijd wel hetzelfde. Die ga je ons dus vandaag leren? Zeker. Dus de basisdingen van een verblijf schoonmaken? Ja, dat is de basisding. Ja. Dus het belangrijkste is nu dat we even die man veilig binnenhalen. Top. Okay. Zo. Covid-proof. Helemaal. Op naar de beren. Die staan al te wachten. Ik zet hier dan de schuiven los, dan kan die man hierin. En die doen we dan van buiten naar binnen in. Zet ik hier even de schuiven goed voor de veiligheid. Ja. Als je kijkt, hebben we ook alle schuiven een kleurtje gegeven. Ja. Zodat je weet welke schuiven. Maar het zijn hier, kijk maar, het zijn overal schuiven. Zodat je niet in één keer de verkeerde opent. Nou ja, dat je weet van waar wat zit. Ja. En dat is eigenlijk belangrijk. Ja. Snel gaan we de man halen. Oké. Okay. Ja. Jij gaat hem daar open doen, hè? Ik ga hem daar open doen, dan komt hij hier. Ja. Wij kunnen hier blijven en hem begroeten. Ja. Ja, dit mannetje, die heeft echt vet veel kleintjes grootgebracht hier. Oh ja. Er zitten volgens mij twee vrouwen en die hebben ieder weer allemaal jonge beren gekregen. Mm-hmm. Dus het is één grote familie hier. Mm-hmm. Maar die beer, of die mannelijke beer, zit altijd alleen. Okay. Die mag niet bij de vrouwen. Dat die anders te veel kinderen gaat maken. Ja, ik weet niet eigenlijk, dat kunnen we zo vragen. Ja. Ja. Hele grote nagels, dan gaat hij die bomen meenemen. Kijk maar, zie je. Als je dit wel ziet. De jongens hebben nou iets nieuws bedacht. Dit was eigenlijk de stam voor de jongen om toen ze klein waren op te komen. Toen was je hier wel geweest. Ja. Ja. Sinds van de week beginnen ze aan die stam. En dan, elke dag dan... Zijn ze aan de krab? Ja, dan trekken ze mooi door elkaar. Ja. Eens kijken. Die hele boomstam. Gaaf. Dus deze schuiven die doe je expres dicht? Op slot, er zitten twee sloten in. Zodat we zeker weten dat dat mannetje... Daar zit en de tweede schuif die daar zit is voor de vrouwen. Ja. Dus ze zitten allebei op slot, zodat niks naar buiten kan. Die zit daar, hè? Ja. Ja. Oké, dus het is weer helemaal leeg? Het is nu helemaal leeg. Oké. Okay. En nu gaan we? Nu gaan we scheppen. Ja. Harken. Hier, okay, schep voor jou. Thank you. Schep voor mij. Ondertussen horen we die beer daar. Dit zijn de scheppen, hè? Dit zijn de harde scheppen. Pak er nog eentje. En deze is ook heel belangrijk. Dat is onze stroommeter. Dit doen we elke dag stroommeter en dan schrijf ik elke dag even op. Oh ja. Oké. Dus dit is een soort, dit zijn kastjes waarmee je. Dit zijn de kastjes die stroom geven. We hebben hier drie kasten. En buiten hebben we dus drie sectoren waar het stroom op staat. Mm-hmm. En die checken we alle drie even. We gaan nu. Vrouwtje zit daar. Mannetje zit daar. En we zijn er klaar. Je
babbelmond kan wild, hè? Ja. Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Schoonmaken. We wouden dan eerst het stroom controleren. Dan doen we even drie sector. Dat is de voorkant, zeg maar, voor het publiek. Dat is een sector. We hebben dan die bomen. Er zitten allemaal kleine draadjes aan de zijkant. Want die bomen zijn eigenlijk voor de binterongs, zodat de beer daar niet in komt, zeg maar. Dus we hebben sommige bomen voor de beren en sommige voor die. Dus die checken we. En dan die achter, dus de achterkant. Dat is een andere stroomdraad. Dus dat doen we met die meter even. Deze even weg. En dan pakken we een draad. En dan drukken we even dat knopje in. Ik dacht dat je wilde zeggen, ik pak hem vast en gaan we meten. Zo kun je hem ook testen. Maar als je dat knopje drukt, dan houdt hem even tegen de draad. En met dat puntje, dan geeft hij aan hoeveel stroom erop staat. Kijk, nou heeft hij volle bak. Volle bak? Ja, boven. Oh ja. Boven is volle bak. Ja. En die probeer ik altijd te krijgen. Top. Ja, die is niet vol. Nee, die is die 6. Ja, klopt. Maar die 6, is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. Maar deze bomen hebben iets meer lekkage, omdat het iets ander systeem is als dit. Oké. Dus dit moet wel minimaal opstaan. Dus dit is wel 6 goed. Minimaal? Ja. Oké. En dan moeten we de voordraad nog. Nou, hier zit helemaal niks op. Nee, dat klopt. Nee, dat hoort ook zo. Laat ik het even uitleggen. Stroomdraden hebben we nodig. Als je stroom wil voelen, dan moet je een nuldraad als het ware hebben waar niks op staat. Dus eigenlijk moet je het stroom binnenkrijgen en dan moet nuldraad. Zodat je de tik zou krijgen. Heb je overal stroomdraad op en ze hangen zich met een arm aan, los, van zonder grond. Dus hebben ze geen aarde, dan krijgen ze geen stroom. Ja. Het volgende draadje wel. Ik weet niet wat. Ja, die is wel 6 voet. Ja, als er goed is eentje eronder, dus die geeft dan niks aan. Ja, die is weer nul. Ja, klopt. Ja. En dan deze is weer vol. Ja, die is weer helemaal vol gas. Ja. Dat is dus de bedoeling van ons. Als ze hier los zouden hangen, ze zouden hier los aangehangen, dan krijgen ze geen stroom. Dus daarom krijgen ze tikst die volgende draad aan, dan krijgen ze wel stroom. Ja. Dus dat is wel dat is eigenlijk wel de manier van werken met stroom. Oké. Okay. Dus ik hoop al dat je een keer zei van er komt niks op, dan klopt ook. Ja. Okay. Wat is nou het allerbelangrijkste wat we gaan doen met het schoonmaken van dit verblijf? Ik zie een hele hoop dingen los liggen. Moeten we sommige dingen laten liggen of hoe zit het? Nou, de mest mag allemaal weg. Dat is de eerste vereiste. En soms die soort takjes wat je los liggen, die breken ze zeg maar van de stammetjes af. Dus dat is op zich niet erg dat erin ligt, want dat is gewoon een natuurlijk product. En die stenen ook, dan moeten we even kijken, ze gooien die stenen wel eens om. Dus soms dan liggen er ook als een steen in de vijver of er zit ook een put. Dus dat die in de put ligt, dan moet je er even uithalen. Dat soort dingen moet je even opletten. Of je dingen ziet wat afgebroken is of niet. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus mest, even kijken of alles. Mest nog en weer. Kijken of het goed zit. Of het ook een beetje goed zit. Ja. Nou. Oké, en verder die stenen. Die je overal tussen vindt, daar hoeven we niks mee te doen. Nou, één keer per jaar halen we dan met een graafmachientje, een shoveltje, halen we al die stenen weer een beetje op de plek, zeg maar, halen we de onderuit weg. Want het wordt steeds meer naar beneden gegooid, doordat ze de meelwormen wat we hebben, of er ligt wat fruit tussen, dus ze gooien het zo aan de kanten. Dus dan rollen ze alles die kant op. Dus we proberen het een beetje in de plek te houden, maar dat lukt niet altijd. Dus dan moeten we af en toe even proberen alles weer een beetje in orde te maken. Ja. Nou, goed scheppen. Hierin? Hierin. Amper wat vegen, joh. Kijk maar. Poep is er nou op één plek, of poep is gewoon overal? Hun poep eigenlijk, hier doen ze sowieso heel veel mest. Maar in principe eigenlijk overal. Oh. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk ding, is dat we de mest zien, dat de mest gewoon goed is. Ja. Want je krijgt ook wel in de gaten, als de mest slecht is, dat we denken, hé, er is er eentje die zich niet lekker voelt of verkeerd gegeten heeft. Kan je daar weer aan zien. Ja. Tijdens het schoonmaken let je eigenlijk ook gewoon op ontlasting, op gekke dingen in het verblijf. Ja. En dat eigenlijk? Ja. Meestal zie je direct als de ontlasting niet goed is. Dan moet je kijken wie is dat, wie doet dat. Onthoud je dat even en dan schrijf je het ook op. Want als het meerdere dagen is, dan halen we Henk erbij. Ja. En dan gaan we met Henk overleggen. Henk, maar dat zijn wel referentiepunten om te kijken. Zijn ze gezond, zijn ze niet gezond? Oh, ja, dit ziet eruit inderdaad als paprika. Ziet dat goed? Ja, klopt. Paprika. Ja. En ziet iedere dag voor jou er hetzelfde uit? Dus dat je echt het stroom checkt en het verblijf schoonmaakt? In principe is dat voordat de mensen binnenkomen, voor 9 uur, proberen we zeg maar hier bij de beren, bij de pandastijgers, dat is zeg maar mijn gedeelte, probeer je de dieren naar buiten te hebben en je probeert alles te checken of alles goed is. En dan voor 9 uur, als de mensen komen, moet eigenlijk alles een beetje voor 9 uur moet alles gewoon spik en span zijn. Dan moet het eigenlijk voor het publiek wel goed zijn, Schoonmaken, ja. En voor de beren natuurlijk. Ja, dat zeker. Die willen ook lekker schoon verblijven. Maar Wouter, waarom wil jij dierenverzorger worden?
Ja, ik vind dieren altijd al helemaal geweldig. Mm-hmm. Dus je wilt graag dierenverzorger worden of iets met dieren. Dus je gaat een opleiding doen met iets met dieren. Dus je probeert alle kanten in een dierentuin te komen. Wat heel lastig is, dat weet iedereen, omdat er niet zo heel veel banen zijn. Nee, dus er zijn maar een paar in Nederland. Ja, dus ik heb een dierenverzorgersopleiding met agrarische opleiding. Dus een beetje de veehouderij, maar ook met de dierenverzorging. Die heb ik allebei gedaan. Heb je dan hiervoor met bijvoorbeeld koeien gewerkt? Onder andere met koeien, varkens, kippen, van alles. En toen ga je op die school en dan probeer je toch een richting uit te zoeken. En dat heb ik allebei een beetje aangehouden, zodat je meerdere kansen hebt. Ja. En toen heb ik ook best veel met voeding gedaan. Dus eigenlijk ben ik hier helemaal begonnen in het centrum met de voeding. Mm. En vanuit de voeding ben ik dan het park in gegaan. En ik kan me ook wel bedenken dat als je zoveel met ze werkt, dat je op een gegeven moment echt gewoon gaat leren kennen. Omdat jij zei net ook van, ja, als er dan iets mis is en ik merk iets aan zijn gedrag, merk je dan ook echt dat je ze persoonlijk kent en dat je precies weet? Nou, je weet individueel van die dieren wel hoe hun gedrag is. Of het nou bij de beren of tijgers is, je weet het wel. Dus als je 's morgens binnenkomt en ze doen een ander gedrag vertonen, dan heb je al zoiets van, wat is er aan de hand? Ja. Dus dan kan er of onderling hebben ze ruzie gehad, dan kan dat ook, dat is heel normaal. Maar soms kun je wel zien, nee, hij is wat slomer of hij reageert niet zoals normaal. Dus dan kun je al zien van, of is ziek of er is wat aan de hand. En dat heb je ook al een keer met die beren toen. Je hoopt dat ze dragend zijn toen, dus dat ga je zien. Dus dan ga je in de gaten houden, ziek verandering. Dus daar ben je wel heel erg mee bezig. Dat is eigenlijk elke dag. Maar dat gaat te loop zo. Je bent aan het werk en dan vallen er wat dingen op van die doet dat of die doet juist niks. Mm-hmm. Ook qua voer, soms dan laten ze een voer liggen. Dan denk je, dat is niet de bedoeling of dat is niet normaal. Nee. En dan kijk je even wat aan de hand is en dan kan er wel eens iets zijn dat ze ergens last van hebben. Ik kan me wel voorstellen aan iets aan doen. Ik ook, Floris. Ja, dierenverzorger. Maar we hebben nu eigenlijk één deel uitgelicht en dat is het schoonmaken van een verblijf ervan. Ja. En wat er allemaal bij komt kijken. Dus bedankt Wouter, dat dit aan ons hebt gebeurd. Super. Vond je dat we het oké deden? Zijn we een soort van geslaagd? Ja, jullie mogen vaker komen. Blijf maar aan het hangen. Nu moeten ze natuurlijk nog naar binnen, toch? Ja. Naar binnen, naar buiten. Naar buiten. Ja, klopt. We gaan nog even voer verspreiden. Ja? En dan kunnen ze naar buiten. En dan ze nog even. Ja. Okay. Want die man heeft natuurlijk vanmorgen al opgegeten. En dan krijgen hun een postje. Oké, gaan we dat doen. Dit gaan we even verstoppen. En dan zijn ze ready to naar het buitenverblijf gaan. Oké. Van overal een beetje, hè? Ja. Super gaaf dat we gewoon midden in dit verblijf hebben gestaan waar ze nu weer doorheen lopen. We hebben leren scheppen. Vond jij het cool? Ja, we hebben gewoon leren schoonmaken als dierenverzorger. Ja, en vond jij nou ook dit een gaaf video en denk je van, misschien wil ik dat ook wel worden? Laat het even weten hier beneden in de comments en dat zien wij dan. Ik ben echt heel erg benieuwd naar jullie reactie, dus laat het weten of je dat wil. En tot de volgende keer. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. En natuurlijk bij Burgershow en Dierenpraat. Later. Doei!